NDP-fractieleider Rabin Parmisser die motiveert in het volgende vraaggesprek met TBN Primalert waarom zij een motie hebben ingediend voor wat betreft het beleid van de minister van Volksgezondheid. Concluderend voor wat betreft de motie, de minister moet opstappen. Maar waarom is men hiertoe overgegaan? Dat legt de fractieleider van de NDP dan uit in het volgende vraaggesprek met TBN Primalert. Nou, wij hebben gemeen tegen de achtergrond van de vele wantoestanden wat er nu zich voltrekt binnen het gezondheidsgebeuren in het veld. Dat hebben we, ik kom straks erop. Ja, dat hebben we allemaal gelist en zeggen wij hebben geen vertrouwen meer in dit beleid. De mensen kunnen wel zich afvragen, ja, je hebt een motie ingediend, de regering, ja toch? Maar dit is een verdieping, kunt u zeggen, van het beleid. En dan gaan we wat betreft gezondheidszorg in depth. Dit beleid is desastreus voor de bevolking. Ik hoef niet in gedetailleerd te gaan, maar gaat u maar na. Met u, wat betekent een SZF-kaart nu? Als u alle medicijnen moet betalen. Voor heel wat verrichtingen moet u bijbetalen, et cetera, et cetera. Misschien alleen voor als u in het ziekenhuis komt te liggen, dat het daar betaald wordt. Maar in de afgelopen periode ook, hoeveel de basiskaarten die we hebben, dat is ingetrokken. In deze tijd vooral, meneer Ganesh, als mensen geen werk hebben en basiskaart er ook niet is, ja dat. Wat gebeurt er met die bevolking? En dan ga je krijgen dat de gezondheid van de mensen steeds achteruit zal gaan. Men heeft dat geld niet voor simpele zaken, simpele aandoeningen. Gaat men tanden verwaarlozen, ik noem maar iets geks. Gaat men ogen verwaarlozen, allerlei zaken. En dat gaat cumuleren en noem maar op. Niet zonder reden. Als je de statistieken volgt, dan merkt je een toename van hoge bloeddruk, diabeteszorg, ja, wat er nu plaatsvindt. Omdat er geen adequate voorlichting is. Daarom tegen die achtergrond heb ik aangehaald, wat gebeurt er in de preventief, het voorkomen, ja, welke voorlichtingactiviteiten, ja, worden er gegeven en het is haast niks wat er nu is. Ja, maar ook op dat huisartsenniveau, als je naar de huisartsen gaat, vaak 1, onbereikbaar. En na 12 uur of na 1 uur of na 2 uur, in de nachtelijke uren. Nou, dat moeten we doen. En dan in extreme situaties kan je naar de EHBO, dat is heel druk. En dat zou je daarna moeten kijken. Maar dat is bijvoorbeeld Paramaribo. Gaat u maar naar het binnenland, daar heb ik vorige keer over gehad. Ja, Stoelmaaseiland bijvoorbeeld. Je moet €70 betalen van Stoelmaaseiland naar Albina te komen. En dan hoop je, als je op Stoelmaaseiland tabletten en andere dingen niet te vinden zijn, dan ga je naar Albina, €70. Albina, als dat ook niet mocht hebben, ga je naar Paramaribo. En dan weer terug. Wat kost dat en hoeveel mensen kunnen zich dat veroorloven? Dat zijn zaken wat ik aanhaal. En wat ik heel erg vind, we hadden een goede diabeteszorg opgezet. Ja, dus als vooral bij wat mensen die aan hun voeten, et cetera, wond hebben, et cetera, dat je dat op tijd behandelt. En als je niet op tijd behandelt, dan krijg je dat uiteindelijk, dat benen, tot een bepaalde hoogte, ik hoop niet dat het hele been, geamputeerd worden. En als je goede diabeteszorg hebt, in die jaren zagen we dat, dan heb je 30% minimaal 30% minder amputaties. Deze minister heeft dat wat opgezet was, met mensen uit Nederland, verpleegkundigen en anderen die getraind zijn allemaal, ja, heeft dat helemaal verwaarloosd. In het parlement heeft hij gezegd dat hij dat gaat onderbrengen bij de huisartsen. Maar dat is niet gebeurd. Ja, dan moest je al die huisartsen, al die verpleegkundigen die er daar zijn, ook gaan trainen. Het is een specialistisch op dat niveau. Waardoor, ik geef voorbeelden hoe erg het is in dit land.
En daar heb ik het niet over. Ik heb het ook aangehaald. Daar van Nikeri bijvoorbeeld, Nikeri ziekenhuis. We hebben specialisten in Paramaribo, die hebben het druk. En dan ging men vroeger van tijd tot tijd naar Nikeri. Ja, men heeft het ook heel druk. Men gaat niet permanent in Nikeri huisvesten. Dat is geen verwijt, maar dat is de feitelijke situatie. Waardoor die zorg op specialistisch niveau niet goed volledig tot uiting komt. Nu hebben we dokter Mahabir, die coördineert dat allemaal. Worden er zeker, ik denk regelmatig, minimaal 5, dacht ik hoor, 5 specialisten in Nikeri. Basis specialismen. Ik heb het zelf ook gehad met iemand die dicht bij mij hartaandoeningen had. Hoe dat netjes opgevangen werd in Nikeri. Maar die mensen komen, dan wordt, ze krijgen geen salaris. Ze krijgen een simpele huisvesting of fiets of zo. En die ticketkosten, dat is afgesproken. Maar heel wat van die mensen hebben die tickets al vele maanden, ik dacht tussen de 4 en 5 maanden, hebben zelf moeten voorschieten. Waardoor de mensen zeggen, nee, ik kan niet blijven voorschieten. Weet je? Dus dat zijn zaken die er spelen, waar je met klein beetje incentives, want wat kost dat? Maar voor heel veel mensen, ik heb het over Nikeri, maar ook voor andere plaatsen, goed werk wordt verricht. En tegen die achtergrond hebben we vragen gesteld hier. En dan komt de minister iedere keer nog steeds van schulden van de vorige regering. Alles is vorige regering. Ik heb aangegeven toen wij in 2010 overnamen, dan zullen we een keertje de cijfers presenteren, hoeveel schulden wij overgenomen hebben. Maar we hebben 10 jaar niet gehuild. Hebt u ons ooit? Gaat u maar na, we hebben misschien 1 of 2 keer het over gehad. Ook bah, je moet werken daaraan. Wat heb je in die 4 jaren gedaan? Dan steeds klagen wat je overgenomen hebt, et cetera. Je wist toch wel wat je over zou nemen. Mensen waren hier in het parlement en noem maar op. En als je minister bent, dan maak je iets op. Dan ga je een plan van aanpak presenteren. Worden verkeerde keuzes gemaakt, et cetera. Heel erg is het dat mensen van het academisch ziekenhuis ook nog klagen. Dat hun toelagen niet betaald worden of niet op tijd betaald worden. Aan de ene kant tegen de achtergrond van brain drain. Mensen trekken weg. Dan moet je dit soort zaken tenminste doen. En ze meer incentives geven tegen. En dan zegt men, en ik weet niet welke groepen dat precies krijgen, 1000 SRD toelagen. Die 1000 op dat niveau, tegen de achtergrond van wat er gebeurt, is echt niet voldoende. Dan moet er drastisch meer komen. Want als die mensen weggaan, dan is de oplossing die gepresenteerd wordt, trainingen, dat is een goede zaak. Daar staan we achter. Maar op korte termijn ga je verpleegkundigen uit andere landen moeten halen. Cuba wordt genoemd. Kijk hoeveel je dan kwijt bent. Ja, toch? In plaats van te doen, probeer de mensen op deze manier ook te behouden. Door ze te betrekken meer, hun tegemoet te komen met wat extra dan 1000 SRD, et cetera. Weet je? Over de Cubanen, hoe dat behandeld is door zeker deze minister, kunnen we lang praten. De Cubanen waren niet goed. Heel wat mensen in het binnenland. Ja, toch? Binnenland hadden ook Cubaanse artsen. Dus allemaal heeft deze minister bedankt. Ze zijn weggegaan. Zouden Surinaamse artsen in het binnenland zijn? Hoeveel zijn er nu in het binnenland? Grote delen van het binnenland hebben geen artsen. Door verpleegkundigen worden ze opgevangen, etc. En de mensen hebben aandacht toen gevraagd. Toen de Cubaanse artsen die goed werk hebben verricht, ja toch, zijn vertrokken. Dus dat tegen die achtergrond presenteer je dat. En dan gaat de minister iedere keer weer het bekende liedje 4 jaren lang al. Ja, van vorige regering. Oké, als je vorige regering is het bekend voor de samenleving. Maar op een beschuldigende manier. Feiten die niet gebaseerd zijn op de werkelijkheid. Ik ga je een voorbeeld geven. De Cubaanse artsen in onze tijd, die hadden echt geen achterstand. Totdat wij er waren 2020. En dat heb ik geverifieerd. Ik heb goed contact met de Cubaanse ambassadeur. Deze regering heeft grote schulden daar. Ja, in miljoenen. En ik heb daarvoor ook geïnterveneerd. Van misschien, in plaats van dat we u de dollars betalen, was
toen heel moeilijk. Ik weet niet hoe het nu is, maar dat is een ander verhaal. En misschien kunnen jullie rest van ons afnemen. In principe heeft de ambassadeur toen akkoord, na afstemming van zijn autoriteiten uit Cuba, akkoord gehad. En ik heb dat contact laten leggen tussen de ambassadeur en de toenmalige minister van Financiën, minister Ashaibur Singh. Ja? Dus we moeten kijken, dat soort zaken. En nu, tegen die achtergrond van die onwaarheden, toch? Vorige regering schulden, dat hadden we niet. Deze regering maar schulden. Dan op een andere manier, permisser is emotioneel als hij die dingen brengt. En tegen die achtergrond vroeg ik naar een punt van orde. Want dit gaan we niet accepteren. Als iemand me kent, kunnen we rustig praten. Maar je moet me niet zomaar beschuldigen. En dat, toen was het, kunnen we zeggen, heb ik aandacht gevraagd. En daar heb ik mijn stem laten horen. Laten we dat goed vaststellen. Is er niet zomaar gekomen? Als hij mij beschuldigt van emotioneel. Dan vraag ik me af, wie is emotioneel geweest de hele tijd? Wie is emotioneel gekomen met zijn benaderingen? Laten we dat goed vaststellen. Ja, toch? Wat er daar gepresenteerd is. Deze minister is altijd emotioneel. Ja, als hij houdt niet van een tegenspraak en dat soort zaken. Het is een, misschien moet ik terugnemen, tegenspraak. Een simpele discussie. Nee, hij moet altijd gelijk hebben. Terwijl de waarheid en zijn hele presentatie gaat hij niet eens in op de problemen die ik net aangekaart heb en veel meer in. En tegen die achtergrond hebben ze dit beleid. Het is niet de eerste keer dat we zeggen, voor de zoveelste keer, en nu hebben we het vervat in een motie. Dat is het verschil. Ja, toch? Nu hebben we het vervat vastgelegd in een motie. Ja, toch? Aangegeven. Dus dat was het eigenlijk. En ik wou uw medewerker vragen, omdat we dit goed uitleggen aan de samenleving, wat de presentatie is en tegen welke achtergrond wij zeggen. En niet voor het eerst nogmaals dat we dit doen. Het verschil is, ik herhaal, dat we dit nu in een motie hebben vervat. En nu zijn er dus twee moties vanuit de NDP. Ja. Hoe moeten we hier naar kijken? Nou, dan is het nu aan de leiding van het parlement. Ja. De vergadering gaat nog door. Ik denk dat we hierna nu de cluster NH gaan krijgen met de stroomtarieven en de watertarieven. Ja, het is mogelijk dat we al die drie clusters eerst afronden en dan mogelijk aan het einde die moties in stemming worden gebracht. We hebben vaak meegemaakt dat moties helemaal niet, ja, vooruitgeschoven worden en helemaal niet in behandeling worden genomen. Goed. Men kan het doen. In ieder geval weet men dat een groot deel van de samenleving vervat in de motie hoe we er tegenaan kijken. Als deze moties verworpen worden door delen van het parlement, ja, wat zegt dat dan van het parlement? Ja, goed, het parlement, iedereen heeft een eigen verantwoordelijkheid, laten we dat zeggen. Maar in ieder geval, de stemming gaat bepalen. En in ieder geval staan minimaal 16 leden achter die motie. Laten we dat vaststellen. Zeg minimaal, want we weten niet wat de twee oppositiepartijen gaan doen, namelijk de BEP en de NPS. Niemand onder druk, weet je. Iedereen heeft een eigen verantwoordelijkheid. Dit is oprecht wat wij als NDP-fractie, ja, hebben gepresenteerd. En nou, de tweede motie, dat moet ik even nuanceren. Daar hebben de BEP en de NPS ook getekend. Dus het is 16 plus 3 is 19 plus 2 is 21 leden. Dat is bijna iets minder dan de helft van de bevolking wat hier vertegenwoordigd is. Dan zou je toch als president, ja, toch rekening, terdege rekening moeten houden. Maar gaat u maar na, als u de mensen gevolgd hebt, ook van de coalitie, is men alles behalve tevreden als u die presentaties. Maar laten we kijken hoe dat daarover gestemd wordt.